Reggio Emilia is zo'n beetje tussen Parma en Bologna. Het is niet zoals in Firenze, want ik heb ook in Firenze gewoond, bij Fiorentina gespeeld. Heel klein, maar rustig. Misschien iets wat meer bij mijzelf past als persoon. En ik denk dat ik dan hier wel op mijn plek zit. Het appartement is een appartement waar twee vorige teamgenoten hebben gewoond. Via hun zijn we dan hier terechtgekomen, want ik woon ook samen met een Japanse. Wat ik wel heel tof vind, want het is iemand die heel rustig is en heel gedisciplineerd. Alles een beetje precies is. Ik denk dat dat hun cultuur is, dus dat staat mij wel aan. Ik voel me hier wel op mijn gemak, ik heb alles dichtbij. Ja, ik lees soms een boek over het mentale aspect. Ik vind dat wel belangrijk of interessant om te weten hoe je mindset kan veranderen in bepaalde situaties. Ik zeg altijd 70% is toch wat hier in je computer komt en de rest dat is dan training enzovoort. Want je moet het wel gaan doen. Je moet je mindset, ik ga 's morgens opstaan, goed ontbijt, ik ga mijn training doen. Ik denk dat dat begint in je mind. Dus ik vind dat wel heel belangrijk. Ondertussen al 1 meter verder dan de Sabakantus. Ja, dat is goed. Ik kan wel wat leven van voetbal, ja. Maar je kunt dat natuurlijk niet vergelijken met de mannen. Die budgetten liggen natuurlijk veel, veel hoger. Maar het is wel verbeterd. Bijvoorbeeld, we krijgen ook een budget voor de huizing. Alles is een beetje daarin veranderd. Ik kan sparen, ik kan betalen wat ik moet betalen. Ik ben ook in mijn eentje, dus dat is wel oké dan. Ik ben klein van gestalte. De meeste mensen zullen gedacht hebben, Viltjes gaat het misschien niet halen of niet mee op de boot stappen. Ik wist dat ik het kon en ik wou bewijzen aan die mensen dat ik het wel kon. En dat was voor mij de drijfveer. Ik denk omdat Sassuolo wel een heel kleine club is, een beetje meer familiaal, dat je dat wel merkt als je als nieuwe speelster komt. Dat je wel dadelijk in de groep wordt geïntegreerd als je naar een grotere clubs gaat. Bij Fiorentina, het eerste jaar had ik dat gevoel van er zijn al veel buitenlandse spelers geweest. De Italiaanse spelers van weer een buitenlandse. Maar daar heb ik eerst gepraat met mijn voeten. En dan kom je daar wel, word je wel stilletjes aan geaccepteerd. We hebben het heel goed gedaan. Jammer genoeg hebben we wel wat blessures gehad. Want onze kern is niet zo groot. We hebben ook een jonge ploeg. Je mag niet altijd zeggen jong, want er zijn heel veel ervaren speelsters die op jonge leeftijd al in de eerste ploeg spelen. Ik mag zeggen dat we het wel redelijk goed doen, maar ik ben fier op mijn team. Ja, ik speel samen met Diede Lemay, onze keepster. Ja, dat is natuurlijk tof dat je af en toe een keer in je eigen taal kunt praten. Ik ken haar van de nationale ploeg en ik kom hier en als ik haar elk jaar zie stappen zetten, vind ik mooi. Als vrienden zeggen, ga je een keer mee naar daar? Dan zeg ik, ik moet trainen of ik ben moe of ik heb de volgende dag een wedstrijd. Zo het andere leven, zo van een keer op stap gaan of zo, dat heb ik een beetje minder gedaan dan de jeugd van in mijn tijd. Heb ik daar spijt van? Nee, want ik heb naar mijn doel toegewerkt. En meestal is het zo van, zij zijn jaloers op mij, want ik kom op plekken waar zij misschien niet komen. Ja, het zijn die dingetjes die ik wel heb moeten opofferen natuurlijk. Ja, ik kan soms niet op een verjaardag zijn. Als mijn mama verjaart, papa verjaart, mijn broers, ik ben er niet. Maar dat hoort erbij. Mijn doel was, ik wist dat ik het kon, dus mijn doel was van, ik wil het bewijzen dat ik ook op het hoogste niveau kan blijven voetballen.